Mooi. Hey, Niek. Hey, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal en welkom dat jullie zo keurig op tijd er allemaal zijn. En welkom bij deze informatiesessie over de zomers. Nou, de meeste mensen, ik hoop dat de meeste mensen daar al een keer iets van gehoord hebben. We hebben in het najaar ook een eerste sessie gehad. Die was wat minder goed bezocht. Dus ik ben heel blij dat jullie nu in zulke grote getalen hier zijn. Mijn naam is Pui Mechan, voor de mensen die mij niet kennen. Ik zie ook al wat veel nieuwe namen ertussen. Ik ben heel blij dat er ook heel veel nieuwe gezichten en namen bij zijn. Ik ben werkzaam bij de STOA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. En namens de waterbeheerders het kennisinstituut. Maar in dit specifieke geval eigenlijk namens het Klimaatakkoord. Onderzoekscoördinator voor het Nationaal Onderzoek naar Broeikasgassen uit het Steenrijdengebied. Zoals jullie zien is de opname net gestart. Deze sessie wordt opgenomen. En als je dat liever niet wil, is het verzoek om later terug te kijken. De opname wordt uiteraard met jullie allemaal gedeeld. En dat wordt ook op de website geplaatst. Dus dan kun je het daarna volgen. En ook doorsturen naar collega's of bekenden in je netwerk die er niet bij aanwezig konden zijn, maar het toch heel interessant vinden. Voor een aantal mensen gesneden koeken, maar ik ga toch kort iets vertellen over het NOBV nog. Voor de mensen die dat nog niet weten wat het inhoudt. Dus het Nationaal Onderzoek. En aansluitend zal Chris van Naarden van het ministerie van LNV namens het programma Team Veenweide ook kort ingaan op waarom we nou eigenlijk dit emissieregistratiesysteem hebben ontwikkeld. En dan zal Gilles Erkens, bij de meeste van jullie misschien ook al een bekende naam, onderzoeksleider van het vertrekken van het NOBV onderzoeksconsortium, een presentatie geven over het systeem zelf. Dus wat is het? Wat houdt het in? Wat kan je ermee? Wat kan je er vooral niet mee? En ook heel expliciet, denk ik, de nadruk op het 1.0 versie zijn. En wat er dan ook in de toekomst op nog ons te wachten staat. Nou, en dan, en daar is het vooral voor bedoeld, ruimte voor vragen. Voor mensen die daar nog mee aan de slag gaan, aan de slag willen. Daar is het echt voor bedoeld. En dan kun je gewoon de vragen in de chat stellen of je hand opsteken. En dan behandelen we zoveel mogelijk vragen in de sessie. Mochten we de sessie niet live kunnen beantwoorden, mochten jullie vragen niet live kunnen beantwoorden, dan krijgen jullie daar ook een terugkoppeling op digitaal. Nou, wat ik al zei, even heel iets kort over het NOBV. Ik heb een paar slides daarvoor. Het is ook allemaal terug te vinden op onze website, het nobveenweide.nl. En ik hou het heel kort. Ik kan daar echt uren over praten, maar daar komen jullie niet voor. Maar wat goed is om te weten, een stukje context. In het Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt voor allerlei sectoren, maar ook voor de sector landbouw, landgebruik en specifiek voor het onderdeel veenweide. Daar is nu afgesproken dat daar een reductie moet plaatsvinden in 2030 van 1,0 megaton aan CO2-equivalenten. En wat we onderzoeken binnen dit programma is welke maatregelen welk effect hebben. Dus hoe kun je die effecten ook kwantificeren? En dat doen we, dat doen we op een verschillende aantal maatregelen. Dus je ziet, dit is eigenlijk het proces dat leidt tot uitstoot. Nou, we kijken heel erg naar waterinfiltratiemaatregelen. Bij deze van jullie ook al bekend als drukdrainage of onderwaterdrainage. Maar eigenlijk zijn al die maatregelen bedoeld om de grondwaterstanden hoger te krijgen. Dus dat doen we ook door het slootpeil omhoog te zetten. Door met druk- en onderwaterdrainage het peil op te brengen naar meer 40 of soms wel min 20 centimeter onder maaiveld. Om daarmee het veen te vernatten en emissie tegen te gaan. Dat is één categorie. En het komende jaar komt er ook nog greppelinfiltratie bij om te kijken in hoeverre dat ook effect heeft op de reductie van de broeikasgasemissies. Nou, dat is niet het enige waar we naar kijken. We kijken ook naar teelten. De natte teelten kijken we naar. Dat is ook eigenlijk een manier van vernatten, maar ook waarbij je nog een ander landgebruik hebt. Dus dan is niet gras het belangrijkste gewas, of de koeien het belangrijkste product, maar andere teelten. Dit is iets experimenteler en wat kleinschaliger nog. En we kijken hier bijvoorbeeld naar cranberries. We gaan het komende jaar meten bij de Cranberry Company. We kijken naar miscanthus, of olifantengras genoemd, veenbos. En veenbos heeft ook nog als aantrekkelijk effect dat je CO2 zou kunnen vastleggen. En we kijken naar lisdod in dit geval.
een gewas wat heel vezelrijk is en wat je dan allerlei productiemogelijkheden kent. En daar kijken we dus heel specifiek binnen het NOBV naar het effect op broeikasgasemissies. Dus denk wel goed om even die afbakeningen hier nog te duiden. Dat betekent niet dat allerlei andere aspecten die ook van belang zijn niet worden onderzocht, maar dat gebeurt binnen een ander programma binnen het VIP-NL. En dan wordt er veel meer gekeken naar zaken als verdienmodellen voor de boer, afzetmarkt, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de drainage, het onderhoud ervan en levensduur, dat soort zaken. En een derde type maatregelen zijn bodemmaatregelen. En ik ben heel blij dat Ruud hier zit, want dat is ook een beetje Ruud zijn kindje, denk ik. Maar misschien wel van meer mensen die hier zitten, is ook het inbrengen van klei. Om te kijken of je daarmee dus bodemsamenstelling aan kan passen en daarmee ook broeikasgasemissies kunt reduceren. Dus dat is een iets ander type maatregel dan de voorgaande twee maatregelen. En dat kan op verschillende manieren. Nou, ook blij om te melden dat we het komende jaar op verschillende locaties dit gaan doen. En dat we dan in dat onderzoek ook kijken van tot welke emissie dat gaat leiden. En dan kijken we dus ook vooral naar verschillende combinaties van klei en type klei en type veen. Om te kijken wat een optimale combinatie zou kunnen zijn voor het reduceren van emissie. Nou, wat goed is ook na te vertellen is dat buiten het NOBV, maar wel in samenhang met, kijken we natuurlijk, wordt ook gekeken naar welke klei, hoeveel klei, hoe vaak, de wijze van uitvoeren enzovoort. Dus wij kijken sec naar emissie, maar er wordt gelukkig ook breder gekeken naar de toepasbaarheid en de haalbaarheid van deze maatregelen. Nou, dat zijn de drie type maatregelen op dit moment naar kijken. Wilt u meer over weten? Nou ja, wat ik al zei, we hebben een hele mooie website, maar wij organiseren ook regelmatig deelexpedities, waarin we een onderdeel specifiek in het onderzoek nader toelichten. En 28 maart is de volgende deelexpeditie, dus meld je alsjeblieft voor aan. Dan zetten we ook altijd één onderzoekspartij, of tenminste het afgelopen jaar hebben we steeds onderzoekspartij in het zonnetje gezet. En de komende keer is dat de Radboud Universiteit Nijmegen. Dus 28 maart. Is de volgende deelexpeditie. Dus wees welkom. En dan maak ik meteen maar even reclame voor alle podcasts die er gemaakt zijn. Als je daar nog meer over wil weten, kun je die ook via de website of via Spotify, Studio Veenweide vinden. En als je nog meer wil weten over het onderzoek. Nou, het onderzoek zelf is in samenwerking van verschillende universiteiten. Alle universiteiten die ook maar iets doen met broeikasgasemissie en bodemdaling zijn erbij betrokken. Maar ook een aantal kennisinstellingen. Waaronder Wageningen Environmental Research en Deltares. En vanuit het onderzoeksconsortium is Gilles Erkens daar een belangrijke coördinator voor, vanuit Deltares en de Universiteit Utrecht. Maar er zijn ook een aantal andere onderzoekers vandaag aangehaakt, om ook vragen te kunnen beantwoorden. Dat is in elk geval Ipe van der Velde. Ipe, als je even iets laat horen, dan kunnen mensen jou zien, denk ik. Dan verschijn je in beeld. Goedemorgen. Ach, Ipe van der Velde. Ja. Dank je, Ipe. Hydroloog bij de faculteit aardwetenschappen aan de VU. In Amsterdam, bij het cluster aarde en klimaat. En hij werkt vooral aan water en koolstof en de combinatie daarvan. Dan hebben we Roel Melman. Roel? Ja, hallo. Goedemorgen. Ja. Roel Melman is een hydroloog en werkt bij Deltares. En hij heeft het afgelopen jaar heel veel aan de totstandkoming van zomers gewerkt. Samen met zijn collega Siem Jansen. Siem? Hallo allemaal. Siem. Net als Roel werkzaam bij Deltares en ook een belangrijke drijvende kracht achter zomers. En wat ik al zei, Gilles Erkens. Gilles, je zit heel erg mooi in het zonnetje, zie ik. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, goed uitgelicht, slecht uitgelicht, ja. Die zal zo ook aan het woord komen over de achtergronden van zomers. Maar voordat we echt de inhoud ingaan, en daar is echt heel veel tijd voor, wil ik toch nog even Chris van Naarden het woord geven van het ministerie van LNV. Chris? Ja, dat is goed. Dat zal ik. Ik zou even een korte toelichting geven op waarom we eigenlijk met de zomersystematiek begonnen zijn. Ik heb maar één slide, maar ik zou even kort mijn scherm delen. Zien jullie hem nu? Ja. Ik zal heel kort even uitleggen waarom we aan dit traject begonnen zijn. Dus als eerst, waarom zomers? We hebben natuurlijk in Nederland nu eigenlijk
rond de 12 meetsites die continu bemeten worden. En we hebben ook nog een roulerend meetnetwerk in Friesland. En daarmee hebben we, zover wij weten, het meest uitgebreide meetnetwerk van Europa. Maar ondanks dat we best veel meten, kan je natuurlijk nooit overal zijn. En ook de weersinvloeden zijn gigantisch op de CO2-uitstoot, de methaanuitstoot en de lachgasuitstoot. Dus we moeten uiteindelijk naar een model die die broeikasgassenuitstoot kan voorspellen of kan inschatten. Binnen het programma hebben we een hoofdfocus op de agrarische kustvlakte. Dat is zo bepaald vanuit de regiegroep Veenweide, dus de bestuurlijke groep, dat wij ons daar voornamelijk op richten. Dat zie je ook een beetje aan de samenstelling van de regiegroep. Maar we doen uiteraard ook meting op natuurgronden. Onder andere in de wieden, in de weerribben, in Polder Kamphuis en de Onlanden. Dat is van Bomen, Bossen en Natuur, het andere klimaatprogramma. En ook straks in Demmerik. En die zijn ook bepaald om invloed te kunnen krijgen op het mechanistisch begrip van zeer hoge grondwaterstanden. Maar wat jullie straks ook van Gilles zouden te horen zouden krijgen, is dat Zomers 1.0 dus voornamelijk gebouwd is voor de agrarische maatregelen op dit moment. We willen dat dus steeds uit gaan breiden met een nieuwe versie, maar op dit moment, dat is de hoofdfocus, dus daar is de eerste versie op gericht. Er is natuurlijk een koppeling met het onderzoek en met de metingen. Want ik ben vanuit het ministerie verantwoordelijk voor het onderzoek, maar mijn collega Marieke de Groot, die ook in deze call zit, die trekt de subwerkgroep monitoring, dus die het monitoringsgedeelte voor het klimaatakkoord trekt. En door het model kunnen we ook zien waar verschillen in zitten met de metingen en kunnen we dat dus ook in de komende jaren die bandbreedtes gaan verkleinen. Het model en de metingen waar natuurlijk de meeste onzekerheden zitten, daar moeten we ook extra op in gaan grijpen, eventueel met de metingen en met het onderzoek. Wat we verder vanuit LNV heel belangrijk vinden, is dat het model transparant is en ook navolgbaar. Dus daarom houden we ook deze sessie, want iedereen moet het model in onze ogen zo goed mogelijk kunnen begrijpen. En ook over bepaalde bandbreedtes van het model en modeluitkomsten, daar moeten we gewoon over kunnen discussiëren. En ook na de regiegroep wordt dus ook de zomersrapportage gepubliceerd op de website van het NOBV. Mogelijk ook nog op de website van LNV, maar daar moeten we nog even naar kijken waar die het beste past. Maar sowieso op de website van het NOBV, omdat we transparant willen zijn in het model en ook in de waar het wel goed werkt en waar nog minder. En dan kom ik alweer op het laatste punt. Dit is dus Zomers 1.0. We beginnen met een eerste versie, omdat we echt naar een numeriek model willen. En eigenlijk met de jaren, want het NOBV loopt natuurlijk nog verder, willen we die onzekerheidsmarge steeds verder gaan verkleinen. En we hebben nu in ieder geval de planning dat ongeveer elk jaar een nieuwe versie van Zomers gaat uitkomen. Dus dat even over het hoe en wat van de zomersystematiek en waarom die is opgezet. Dankjewel, Chris. Ik zit even te kijken of er nog vragen zijn in de chat. Ik zie vooralsnog geen vragen, dus ik ga ervan uit dat het helder is. Maar ik denk ook dat de meeste mensen eigenlijk komen voor het verhaal wat Gilles gaat delen. Gilles? Ja, prima. Ik ben zelf niet goed te zien, zie ik op mijn camera, maar het gaat toch om het verhaal. Dus wat dat betreft zal ik mijn scherm maar gewoon delen. Eens kijken, zien jullie nu mijn scherm? In volledige presentatiemodus? Jazeker, Gilles. Oké. Nou, ga ik beginnen. Het is een verhaal wat denk ik zo'n 20 minuten in beslag zal nemen, of een kwartiertje. Waarna er ruimte is voor vragen. Ik ga dus wat dieper in op Zomers. Chris en Primee hebben net al iets gezegd over waarom het er is en wat de context is. Ik zal meer laten zien ook wat de keuzes zijn geweest die we hebben gemaakt bij het maken van Zomers. Wat je er nu mee kan, ook wat resultaten. En ook uitkijken naar de toekomst en specifiek aandacht besteden aan de onzekerheden die er nu in zitten. Nou, Zomers staat voor Subsurface Organic Matter Emission Registration System. En dat is dus een systeem om de uitstoot van broeikasgassen uit organische stof in de bodem te registreren. En het belangrijkste is ook het woord registreren. Het gaat dus om het vaststellen van de uitstoot. Onafhankelijk van de manier waarop dat vastgesteld is. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen met metingen, zoals die foto's daaronder dat weergeven. Dus dat zijn onze meetsites van het NOBV.
De eddy covariance mass die daar staat, of die, de closed chamber systems, of met het vliegtuig. Dat zijn manieren om een uitstoot te bepalen die ik vervolgens kan registreren. Of je kan het doen meer modelmatig en kijken naar waar veen voorkomt. Dat is het plaatje links, waar in Nederland het allemaal voorkomt. En dan kan je berekenen op die plekken waar, wat de uitstoot is. En dat is dan ook, kan je dan vervolgens registreren. En ik zal laten zien dat Somers eigenlijk deze twee manieren combineert. Door gebruik te gaan maken van een of gebruik te maken van een procesmodel wat gevoed wordt met metingen. En dat is waar we zo meteen mee gaan werken. Ik ga naar de volgende slide. Ja. Eerst nog even waarom monitoring. En ik heb deze slide ook gemaakt omdat er vaak verwarring is tussen de onderzoekers aan de ene kant, waar ik zelf ook bij hoor. Ik heb trouwens niet gezegd dat ik bij Daltaris werk en bij de Universiteit Utrecht. En nu ik toch even in het intermezzo deel zit, wil ik ook nog even zeggen dat mijn collega Laura hier ook aanwezig is. Als derde van het Daltaris Somers team, om het helemaal compleet te maken. Einde van de intermezzo. Ik ga terug naar deze slide. Er is een discrepantie tussen wat onderzoekers monitoring noemen en wat soms bij de anderen, noem ik maar eventjes, monitoring met monitoring wat bedoeld wordt. En alle twee is waar. En we monitoren, we hebben deze monitoring opgezet omdat het staat in het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord staat dat we een monitoring moeten hebben van de veenweidegebieden. En dat is een formele monitoring. Een monitoring van de voortgang van de CO2-uitstoot reducerende maatregelen die worden genomen. We willen weten in hoeverre we op weg zijn om de doelstellingen die voor 2030, die 1 megaton per jaar in 2030 vermindering, in hoeverre we op weg zijn om die te halen. Dus dat is eigenlijk het monitoring van het halen van beleid. Als je met onderzoekers praat, dan heb je het over technische monitoring. Dat doen we ook heel veel in het NLBV-consortium. Bijvoorbeeld, we kijken naar de landelijke CO2-uitstoot uit veenweidegebied. Dat is nu nog niet aan de orde, maar dat is waar aan het werk zijn. Dat is ook monitoring. Je kan ook kijken naar de effecten van specifieke maatregelen in de tijd. Dus dan volg je op één plek in de tijd de ontwikkelingen. Dat is ook monitoring. Of je kijkt naar hotspots en coldspots. Dat is ook een manier van monitoring, eigenlijk kwarterend monitoring. Dus een ander soort begripskader. Nou, iets wat verder nog in deze presentatie zal terugkomen zijn de rekenregels. En de rekenregels, dat zijn uitkomsten van de monitoring, van het systeem wat we nu hebben, maar dan voor standaard situaties. En op die manier kunnen we door alles te standaardiseren, kunnen we kijken naar theoretische effecten van maatregelen. En die rekenregels, dat is dus eigenlijk vooruitkijkend, terwijl monitoring is terugkijkend. Bij monitoring kijk je wat is er geweest en dat volg je dan in de tijd. En bij die rekenregels kijk je voor een standaard situatie vooruit. En dat hebben we vooral nu gedaan omdat dat nu ook kan. Omdat we nu dat systeem hebben. Nou, onderin op deze slide staan nog een aantal begrippen in deze presentatie. Dus met monitoring bedoelen we dus het ontwikkelen van het volgen van de ontwikkelingen in de tijd. Bijvoorbeeld halen we de doelstellingen. En daarvoor hebben we dus nodig een registratiesysteem. Dat we vaststellen wat de uitstoot is. Dat registreren we. Dat kan je doen absoluut of relatief. Dus de absoluut is zoveel ton CO2 per hectare. Of je kan relatief doen. Dus het is ten opzichte van wat het was, is het zoveel procent minder. En om die registratie te verkrijgen, gebruiken we het registratiesysteem Somers. En Somers wordt weer gevoed door een technisch monitoring systeem. Door modellen en metingen. En het onderzoek dat we doen in het NOBV. Dus dat is het begrippenkader van deze presentatie en waar we het vandaag over hebben. Nou, we zijn zeker niet, en ik hou helemaal niet in mijn eentje, degene die dit hebben gedaan. Het is een, feitelijk het werk is uitgezet en begeleid door de subwerkgroep monitoring. Hier staan de namen van degene die daarin zitten. Er zitten mensen in, technische experts, met name van de waterschappen en van provincies. En van maatschappelijke organisaties. En ik zit er zelf ook in. Ik zit namens de onderzoekers erin. En de onderzoekers, dat zijn mensen die bij het NOBV werken. En daar staat een lijst, misschien niet helemaal uitputtend, van het NOBV-team dat aan Somers heeft gewerkt. En we hebben ook nog een soort rekenmotor. Dat zijn de Roel, Siem en Laura, die hier ook bij zitten. Die met name het als werkpaarden het dagelijkse werk doen. En dan hebben we nog veel expertise van buiten gehaald. Ook deze lijst is niet helemaal compleet. Inmiddels is dat langer geworden.
Dus het is een enorme team effort. En ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik het in mijn eentje heb gedaan. Goed, dan gaan we nu langzamerhand wat meer de diepte in. En in eerste instantie moeten we constateren dat de broeikasuitstoot uit veen het gevolg is van microben die organische stof omzetten, afbreken, de veenafbraak, de veenoxidatie. En als we iets willen zeggen over wat de uitstoot is, om dat te kunnen registreren, is het dus heel belangrijk dat we weten hoeveel van die organische stof wordt omgezet. Dat is dan de centrale vraag. We weten ook dat die microbiële omzetting en de snelheid daarvan hoofdzakelijk het gevolg is van een aantal factoren. Namelijk, er moet organische stof natuurlijk zijn, anders valt er niet zoveel om te zetten. Er moet een oxidator aanwezig zijn die energie geeft ook om het om te kunnen zetten. Dus in veel gevallen, en zeker in het geval waar we het vandaag over hebben, zuurstof. Het bodemvochtgehalte is belangrijk voor de omzettingssnelheid, want als het te droog wordt, dan kunnen die microben dat niet goed doen, niet goed functioneren. Als het te nat wordt, dan kan er uiteindelijk, als het heel nat wordt, ook geen zuurstof meer in de bodem komen. En ook bodemtemperatuur is een belangrijke factor. Als het te warm is, als het warmer wordt, dan is die omzettingssnelheid hoger. Dus dit zijn een aantal factoren die belangrijk zijn. Er zijn er nog meer, maar dit is hoofdzakelijk waar we nu naar kijken. En dit zijn ook factoren die daarmee de afbraakpotentie van het veen bepalen. En als je dan kijkt naar die afbraakpotentie en deze factoren, dan kun je ook zeggen, ja, er zijn eigenlijk twee dingen die we dan moeten weten van een bepaalde plek. Namelijk de grondwaterstand. Dus dat bepaalt onder andere het bodemvochtprofiel daarboven, het temperatuursprofiel van de bodem en de mate waarin zuurstof kan binnendringen. Maar ook de bodemopbouw is belangrijk. Zit er een kleilaag? Is er wel of geen organische stof? Wat is de doorlatendheid van de bodem? Ook om gassen en water te kunnen transporteren. Dus dat zijn de twee elementen die we goed moeten begrijpen voor elke plek waar we willen monitoren, registreren, om die afbraakpotentie in kaart te brengen. Ja, tegelijkertijd, dit is het makkelijke deel van het verhaal, maar het moeilijke deel van het verhaal is dat het veenweidegebied in Nederland nogal heterogeen is. En iedereen die woont of werkt in het veenweidegebied, die weet dit al lang. Maar goed, ik heb toch een poging gedaan om nog wat uit te schrijven. Ja, het is enorm heterogeen in bodemopbouw. De kleilagen zijn wel of niet aanwezig in verschillende maten en dikte. De veensamenstelling verandert, de veendikte verandert. De hele opbouw van de ondergrond is anders op verschillende plekken. De hydrologische setting is ook anders. Er zijn plekken met kwel en wegzijging, de doorlatendheid verschilt. Het is nogal divers in landgebruik, in beheer en de gewassen die erop staan, of de planten. De drooglegging verschilt nogal in Nederland. En ook de verkaveling, de perceelsbreedte verschillen nogal. Dat is ook een enorme range. En verder, Chris zei het al in het begin, er is ook nog een invloed van het weer. Als bodemtemperatuur en bodemvocht belangrijk zijn voor de afbraakpotentie, dan is het weer. Een nat jaar, zoals we afgelopen tijd hebben gehad, of een droog jaar, zoals een aantal jaar geleden, heeft dan ook natuurlijk invloed. En we constateren ook dat we dat eigenlijk maar relatief beperkt afgedekt hebben met metingen, deze variatie. Er zijn een aantal dingen zijn wel redelijk bekend. Zeker ook ondergrondopbouw is voor Nederland redelijk goed bekend vergeleken met andere landen, maar een aantal dingen zijn ook minder goed afgedekt met metingen. Dus als je al deze combinaties, je kan natuurlijk al voor je zien dat er hier duizenden, tienduizenden mogelijke combinaties in het veenweidegebied bestaan. Als je het allemaal wil meten, heb je een enorme hoeveelheid metingen nodig. En die hebben we op dit moment niet en die gaan we denk ik ook nooit in die mate krijgen. Is denk ik ook niet nodig. En dus dat kan ik niet. Dus we moeten voor de plekken waar we niet meten, moeten we met iets komen. En de plek waar je meet, is niet zo moeilijk om vast te stellen wat de uitstoot is. Maar juist voor de plekken waar je het niet meet, daar moet je het vaststellen. En dat is wat we nu wat we gaan doen met zomers. Nou, er zijn om die plekken waar je niet meet, zijn er, om dat vast te stellen wat de uitstoot is, zijn er verschillende manieren. Dat wordt ook internationaal onderkend, die verschillende manieren. Die zijn ook, dat is ook allemaal mogelijk dat je die kunt gebruiken. En een van de meest gebruikte methodes is het gebruik van empirische relaties tussen de broeikasgasuitstoot en een bepaalde parameter die je kunt karteren. En dat zijn hier een aantal voorbeelden uit de internationale literatuur en nationale literatuur. In alle gevallen op de verticale as staat dan de broeikasgasuitstoot of in een geval de bodemdaling die dan omgerekend moet worden. En op de horizontale as de
De karterende parameter, en dat is in dit geval water table, dus waterstand, waterdiepte, grondwaterstand of slootwaterstand in sommige gevallen. En dat geeft dan een relatie aan, en die relatie zijn die lijnen die hier getrokken zijn. Nou, de water table depth, die kan je karteren in Nederland. En op basis van zo'n figuur kan je dan uitrekenen wat de uitstoot is. En er zijn ook een aantal aandachtspunten bij deze methode. Namelijk dat die lijnen zijn vaak gebaseerd op metingen. Die staan ook in een aantal figuren weergegeven met bolletjes. En de representativiteit van die metingen bepaalt natuurlijk heel erg de uitkomst. Dus als dat precies is gedaan in een gebied dat representatief is voor wat je wil weten, is dat prima. Maar als dat niet zo is, dan zit daar natuurlijk een afwijking in. En er zijn ook behoorlijke bandbreedtes. Ik weet niet of jullie mijn muis zien, maar in het plaatje linksboven bijvoorbeeld kun je zien dat bij een grondwaterstand van 30 centimeter onder maaiveld je een uitstoot kan hebben die ergens tussen, ik lees maar even af, 2 ton C per hectare per jaar en misschien ergens richting de 17 of zo gaat, of nog hoger. Dus de bandbreedtes zijn enorm en je vat dat samen in dat ene lijntje. Dat is ook de vraag of dat in alle gevallen goed gaat, omdat we ook weten dat het zo heterogeen is. Het is ook een probleem dat die karterende parameter is een statische parameter, een standaard situatie. Hè? De grondwaterstand of de drooglegging. En terwijl juist de dynamiek gedurende het jaar in de tijd is zo belangrijk om goed te kijken wat het verschil is tussen bijvoorbeeld verschillende jaren. We kunnen ook beperkt maar locatiespecifieke eigenschappen meenemen in dit soort figuren. Die zitten er wel in, want dat is namelijk die bandbreedte die je ook bijvoorbeeld linksboven ziet. En die zit trouwens ook in die andere figuren ook. Dat zijn verschillende locaties. Locaties met kwel en locaties met wegzijging. Maar je weet niet precies welke locatie waar zit. En tenslotte is het zo dat we in het werk met de NOBV ook hebben geconstateerd dat er misschien wel verschillende curves nodig zijn voor verschillende maatregelen. Dat deze curves bijvoorbeeld wel gelden voor als je wat de situatie nu is, zoals je nu is gemeten. Maar als je dan een maatregel neemt, dat dan een andere curve gemaakt moet worden en ook gebruikt moet worden. Zodat je niet zozeer op deze curve zelf de maatregel kan aflezen. Nou, dit zijn, ik zeg maar even bij dat ze worden dus veel gebruikt. En er zijn ook een aantal goede punten te noemen. Die heb ik in het begin al genoemd. Nou, het is relatief makkelijk en die karterende parameter kan je ook goed karteren. Maar dit zijn ook de nadelen daarvan. En daarom zijn wij gaan werken met een procesmodel. Ik zei het in het begin al. Een model waarin we op basis van de processen die we kennen, het mechanistisch begrip, wat zo centraal staat ook in ons onderzoek, een voorspelling gaan doen van de afbraakpotentie die er is op verschillende plekken in de hele onverzadigde zone. En daarmee de CO2-uitstoot. En daarvoor moeten we weten de bodemomstandigheden, dat zei ik in het begin ook al, en de grondwaterstand. Dat zijn de twee cruciale elementen. Nou, daarvan kunnen we verder dan een aantal andere elementen, zoals bijvoorbeeld die bodemtemperatuur en die bodemvocht, kunnen we dan berekenen. En het mooie van het gebruik van een procesmodel is dat we eigenlijk alles inzetten wat we hebben, het hele arsenaal. Dus we gebruiken, dat staat in het plaatje hier rechts, om te monitoren gebruiken we de modellen. Dat staat hier, ik hoop dat jullie mijn muis zien, maar dat staat in het vakje 3. Het begrip wat we hebben van de mechanismes, dat zit namelijk in die modellen. Het procesbegrip zelf, wat we kennen, dat is ook zeker aanwezig. En de metingen die we hebben. En die alle drie gebruiken we dan in de monitoring. Er zijn heel veel voordelen van aan een procesmodel, maar er zijn ook een aantal nadelen. En die zeg ik hier ook. Het is natuurlijk, het grootste nadeel is dat als je een proces niet kent, dat je het ook niet maar kan meenemen, omdat je niet weet wat het is. En dus je bent gelimiteerd tot je eigen proceskennis. En op dit moment zijn we er redelijk ver, maar het niet uitsloot dat er toch iets is wat we missen. En zeker als we meer in detail gaan kijken, zal dat belangrijk worden. Iets waar we ook al snel tegenaan liepen, en dat is ook wel bekend, dat wisten we ook wel van tevoren, is dat de rekentijden enorm kunnen oplopen, dit soort modellen. Het is een stuk complexer dan gebruik maken van relaties. En je hebt heel veel data nodig. En die data die is op dit moment misschien niet altijd aanwezig. En dus dat is iets waar we ook aan moeten werken. En ik zeg ook maar eventjes, ik heb voor deze presentatie die procesmodellen tegen die empirische relaties uitgezet als twee uitersten. Maar in realiteit zijn die dingen lopen in elkaar over. In procesmodellen maak je soms ook gebruik van empirische relaties. En juist bij empirische relaties zitten soms ook proces, in ieder geval conceptuele modellen achter. Omdat je bijvoorbeeld andere karterende parameters, wat je op basis van je proces kent, kan gebruiken.
Dus het is niet een, zo'n zwart-wit als ik het nu zeg, maar dat heb ik even voor de presentatie gedaan. En, maar het onderscheid tussen procesmodellen en empirische relatie wordt ook gemaakt binnen de internationale klimaatrapportage. Binnen de LULUCF. En daar hebben ze, maken ze een onderscheid in drie tiers. Dat staat ook op deze slide. Dat zijn drie niveaus waarop wordt gerapporteerd. Tier 1 is het onderste niveau of het eerste niveau. En dat betekent dat je gebruik maakt van mondiale kengetallen. Dus voor landen die niet in staat zijn geweest om zelf kengetallen te produceren. Dus die maken dan gebruik van een soort gemiddelde van de wereld. Tier 2 is dat je je eigen nationale emissiefactoren produceert en daar gebruik van maakt. Dat is het niveau waar Nederland nu op dit moment op zit. En tier 3 is dat je gebruik maakt van waardes die variëren in tijd en ruimte. En daarmee gebruik maakt van metingen en modellen. En dat is dus precies wat Somers nu doet. Dat we juist die variatie in tijd en ruimte voldoende aandacht willen geven om ook zo een goede monitoring op te zetten. Nou, dan eisen die we hebben, wat moeten we dan kunnen, die monitoring? Dit is met de subwerkgroep monitoring besproken. We moeten natuurlijk in ieder geval die maatregelen kunnen monitoren, want anders dan en registreren wat daar de verandering van is, want dat is juist de bedoeling. Dus slootwaterpeilaanpassingen, en grondwaterstandsverhogingen door bijvoorbeeld onderwaterdrainage of drukdrainage, op termijn ook greppelinfiltratie en ook bodemsamenstellingen, veranderingen op termijn, klei in veen. Dat zijn de dingen waar we aan wat we moeten kunnen handelen in Somers. We moeten ook inputdata zijn die landelijk op enige manier uniform is. Dat we niet één regio veel beter kennen dan een andere regio. We willen juist een landelijk systeem hebben wat overal goed werkt. Het moest, en dat moet ook nog steeds snel inzetbaar zijn. We zijn hier 1,5 jaar geleden mee begonnen, maar het moest vanaf 2022 operationeel zijn. Dus dat is per nu feitelijk. En we moeten... Dit is ook laten vaststellen, we willen het graag op perceelsniveau kunnen. En je kan zeggen, ja, moeten we het nou weten op een vierkante meter? Nou, dat lijkt onhaalbaar en ook niet nodig om het zo kleinschalig te weten. Je wilt ook niet op het niveau van een polder weten, want dan weten we al dat die ruimtelijke variatie zo enorm is. Dus we zijn uiteindelijk uitgekomen op een perceelsniveau registratie. En dat heeft ook gevolg gehad voor de modelkeuze die we hebben gedaan. En we moeten de onzekerheden moeten goed kennen. Verder moeten we een adaptief systeem bouwen. Een systeem bouwen waarbij we de keuzes zo maken dat ze ook robuust zijn. En dat we ze ook kunnen aanpassen in de toekomst als er bijvoorbeeld meer informatie vrijkomt of andere proceskennis. Dus dat waren de belangrijke uitgangspunten. Nou, zo zijn we gekomen bij Somers. Somers is een registratiesysteem, dat is al eerder genoemd. En het plaatje hier laat zien, dat is dus het overkoepelende systeem. Dat maakt gebruik van onderliggende procesmodellen. En zometeen gaan we daar nog iets dieper op in. Maar die procesmodellen kunnen zijn uitsplitsen in twee typen modellen. De koolstofmodellen, dat zijn die beetje hier bruin gekleurde modellen. Bijvoorbeeld het Peatland Vuur is daar een voorbeeld van, of Animo, of de AAP-module. En de watermodellen, de hydrologische modellen, die kijken naar de grondwaterstand. En het vochtprofiel. Hydrus 2D is daar een voorbeeld van. En de SWOT-module, of Peat Parcel 2D, dat is waar wij mee hebben gewerkt nu. Dus dit zijn de modellen die voeden aan het registratiesysteem. Nou, ideaal, in onze ideale wereld zou het fijn zijn dat we zo kunnen monitoren op basis van een heel procesinstrumentarium. Dat zijn al deze modellen. Dit noem je een multimodel ensemble. Dus meerdere modellen die hetzelfde doen om ook zo inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de modellen. Maar in, dat die opereren in combinatie met airborne en grondmeetapparatuur. In een compleet geïntegreerde manier. En dat kan je ook gebruik maken van data-assimilatietechnieken bijvoorbeeld, om dat op een soort continue manier in te zetten. En hier wordt ook wel hard aan gewerkt binnen NOBV, maar tegelijkertijd constateren we ook dat dit nog operationeel nog wel een tijdje weg is. Ik heb hier 5 jaar gezet, ik weet niet of mijn NOBV-collega's daarmee mee eens zijn, omdat dat een goede timing is, maar dat is echt nog wel eventjes weg. Dus we moesten ook een aantal keuzes maken om dit systeem nu in eerste instantie goed te laten werken. Dus nu gaan we het hebben over Somers 1.0. De eerste versie daarvan. En daarvoor waren een aantal nieuwe eisen zijn daar aangesteld. Ik zie trouwens dat mijn belofte om 20 minuten te presenteren dit niet gaan halen. Dus dat zeg ik bij deze alvast. Ik heb nog een paar slides nodig. Maar Somers 1.0 gaat over, daar zou ik een aantal eisen voor. Nou, het moet landelijk dekkend zijn voor het veenweidegebied, maar dan het gebied wat... gras heeft en in de kustvlakte ligt. Chris zei het al in het begin, dat is een belangrijke ruimtelijke afbakening. We wilden graag binnen een werkweek een landelijke modelrun kunnen hebben.
Dus dat heeft ook consequenties gehad voor wat we er wel en niet in hebben opgenomen. Somers 1.0 moet zoveel mogelijk al gebruik maken van dat idee van die helemaal geïntegreerde model- en metingsysteem. Dus met geïntegreerde kalibratie en validatie op zoveel mogelijk manieren. In dat geval dus zijn we ook robuust en dan hebben we het systeem staat al vast. Dan kunnen we nieuwe informatie makkelijk opnemen. Nou, het staat hier ook in het vierde punt. Het moet zo gebruik maken van zo goed mogelijk van het mechanistisch begrip wat we hebben. Want dat is namelijk wel best wel wat. En het moet ook in staat zijn om adaptief dat de komende tijd naar zomers 2.0, 3.0 en verder te kunnen aanpassen. En een aantal pragmatische keuzes daarbij dan dat we, laten we in ieder geval eerst inzetten op vooral het dynamisch grondwaterstandsmodellering. Daar hebben we namelijk al decennia lange ervaring mee. En daarin kunnen we ook die dynamiek, die jaarlijkse dynamiek, dat weer, maar ook die het systeem, het kwel, wegzijging, situatie, verbod, kunnen we op die manier inbrengen in die monitoring. We maken ook daarmee goed gebruik van de bodem- en grondwatereigenschappen die redelijk tot goed bekend zijn in Nederland. Dus daar, als we dat sterke punt maken we nu maximaal gebruik van. En het koolstofmodel houden we dan voorlopig nog even relatief simpel. Ook om aan de eisen van bijvoorbeeld die landelijke run te doen. Maar ook omdat we niet zoveel tijd hadden om het helemaal dat uit te werken. En omdat we nog onderzoek daaraan doen zijn. Dus de grootste deel van de dynamiek zit in het grondwatermodel. En we hebben, zoals al gezegd, alles is zo robuust uitgevoerd dat we dat allemaal makkelijk kunnen aanpassen als er meer informatie beschikbaar komt. En dat heeft geleid tot een modellenlijn die er dus eerst niet was, maar speciaal voor Somers 1.0 is gebouwd. En dat is de Peat Parcel 2D module, dat is de watermodule en de aap module. En dat is de het koolstofmodule deel. En dat is degene die nu operationeel is in Somers 1.0. Maar we maken ook gebruik van informatie die uit die andere modellen komt. En in de toekomst, wat ik zei, zal dat dus meer en meer een geïntegreerde techniek worden. Nou, Somers 1.0 bestaat dus uit in het plaatje zien een grondwatermodel. Daar zit de dynamiek in, de tijdsdynamiek. Een bodemvocht- en bodemtemperatuursmodel. Op basis van het grondwater wordt dat uitgerekend, maar dat met vaste relaties. En dan maken we een inschatting van de aerobe afbraakpotentie op dat perceel per diepteinterval. En dan berekenen we de CO2-uitstoot. Dat is hoe het werkt. Er zijn nogal wat uitdagingen om dit landelijk te kunnen doen. Namelijk dat we moeten het parametriseren. Je moet dus parameters kennen voor plekken waar je niet heb gemeten op basis van de meting die je wel hebt. Dus we hebben een stochastisch parametermodel daarvoor gebruikt. We hebben weinig validatiedata. Met name de validatiedata voor de uitstoot is nog heel beperkt. En laten ook enorme variaties zien. Dus de validatie is voorlopig, dat is misschien niet een formele validatie, maar een toetsing gedaan op de hydrologie. En de uitstootresultaten zijn op dit moment, daar moeten we nog wat langer voor meten. Daar zijn we natuurlijk nu, hebben we 1 of 2 jaar in sommige gevallen gehad, om dat goed te kunnen gebruiken als validatie. Dus de CO2-uitstoot, daadwerkelijk CO2-uitstoot. Nou, nog een soort cartoon hoe dat dan eruit ziet. Dus we hebben perceelskenmerken en tijdsdynamische parameters die erin zitten. En dat doen we ook, voeden we met grondwaterstandsmeting voor de parametrisering. We hebben de bodemparameters, dat zijn de modelmatige parameters. En samen berekenen we dan met ModFlow, dat is een internationaal door de Amerikaanse Geologische Dienst gebouwd verzadigd zonnemodel. Berekenen we de grondwaterdynamiek. En dan met behulp van bodemvochtprofielen die uit de hydrous runs van Jim komen. Jim Bowman ook bij het NOBV. Dus zie je al een klein beetje die multimodel ensemble aanpak. En bodemtemperatuursmetingen die we uit de metingen halen die we doen. Komen we dan tot een aantal curves met behulp van de curves kunnen we dan hoe de aap, dat is die aerobe afbraakpotentie, met bodemvocht en bodemtemperatuur schaalt, dat is dus belangrijk, bepalen we dan uiteindelijk de uitstoot. Dus wat we feitelijk doen is, als die aap maximaal is, dan wordt de maximale potentie voor uitstoot is dan bereikt. En die wordt dan met behulp van de metingen omgezet in een CO2-uitstoot. Als die aap niet maximaal is, bijvoorbeeld omdat het bodemvocht niet aanwezig is of te veel aanwezig is, of de bodemtemperatuur is lager, dan wordt ook die uitstoot daarmee geschaald. Dus we zetten die aap, staat helemaal centraal. Die wordt gevoed door een grondwatermodel met bodemvocht- en bodemtemperatuursprofielen. En die wordt dan omgezet in een maximale uitstoot. En die maximale uitstoot is gebaseerd op basis van metingen, basis respiratiemeting uit het lab.
Zo komen we tot een uitstoot per perceel. Nou, dus dat gaan we nu inzetten voor monitoring. Daar is het natuurlijk uiteindelijk voor bedoeld. Dat betekent dat alle hydrologische, nou die zijn alle, dat zijn niet alle hydrologische maatregelen, maar de hydrologische maatregelen die we nu kunnen handelen, die sinds 1 januari 2017 zijn genomen, worden dan nu berekend wat dat voor effect heeft gehad op basis van Somers 1.0. Dat doen we voorlopig ook nog met name relatief. Dus wat is het ten opzichte van wat het was, wat is het de nieuwe uitstoot relatief? Zoveel procent reductie. En dat gaan we in 2022 doen voor de jaren 2017 tot 2021. En dan vanaf nu af aan gaan we dit elk jaar doen voor het jaar wat dan net afgelopen is. Dus volgend jaar gaan we dat voor dit jaar doen. En voorlopig gaan we dit doen voor een referentieweerjaar. Omdat het nogal zwaar is om een hele referentieweerperiode door te rekenen. Maar we willen het wel gestandardiseerd doen. Dus dat je niet per jaar een andere uitstoot voorlopig krijgt. Dat kan op een gegeven moment wel, maar dat is nu nog niet het idee. Dus de referentieweerperiode is 2010 tot 2019. Dat zijn de 10 jaren die als referentie worden gezien. En in die 10 jaren, hier staat ook rechts een plaatje van die 10 jaren, wat dat betekent voor de CO2-uitstoot, de weerscondities. Sommige jaren waren behoorlijk droog, zoals 2018. Dan zien we ook in de modellering meer CO2-uitstoot. Sommige waren redelijk nat, zoals 2012. Dat zijn dus dan minder CO2-uitstoot, maar die gemiddelde jaren liggen allemaal een beetje bij elkaar. En het jaar 2015 leek het meest op het gemiddelde van deze hele referentieweerperiode. Dus voorlopig doen we de registratie met het weer van het jaar 2015. Om zo niet die weersomstandigheden gelijk in de effect van de maatregelen ook te laten doorvoeren. Nou, dan gaan we nu naar de rekenregels. We hebben nu, dit was terugkijkend, die monitoring. Maar met dezelfde systematiek kun je dus ook rekenregels maken. En dat zijn... Gilles? Ja. Gilles? Hoeveel tijd heb je nog nodig ongeveer? Ik denk nog 5 minuten. Oké, dankjewel. Ik zal opschieten hoor. Ja. Dit zijn de plaatsen die dan eruit komen. Dit zijn dus voor een standaard situatie voor een bepaalde slootafstand bij een bepaalde bodemtypes. Dat zijn die 8 plaatjes hier. Bij een bepaalde drooglegging heb je een bepaalde CO2-uitstoot. En dat kan je dan doen met een maatregel of zonder maatregel. Dat zijn die verschillende lijnen. Zometeen gaan we er iets meer op detail in. Maar omdat we het nu dus voor al die omstandigheden dat kunnen berekenen, is er niet één van dit soort plaatjes, maar zijn er honderden of misschien wel duizenden van dit soort plaatjes komen. Dus dit is slootafstand 40 meter. Maar je kan het ook doen voor slootafstand 60 meter, voor bredere percelen, en voor 80 meter, voor West-Nederland. Maar dan kan je het ook doen voor Friesland en Groningen en ook voor Overijssel. Dus dat zijn, en dan kan je ook nog doen voor verschillende kwelwegzuigingssituaties. Dus dat zijn honderden plaatjes die dan de situatie weergeven. Dat is natuurlijk prettig dat we veel meer rekenschap geven van die variatie die in Nederland er is in het veenweidegebied in uitstoot. Nou, om dan één plaatje even iets in te zoomen. Wat zie je hier dan op? Dit zijn dus die rekenregels. Laten we een drooglegging hebben in de zomer van 60 centimeter. Stel dat dat een situatie is. Dan zou je eerst moeten kijken naar de blauwe lijn, wat dan volgens Somers 1.0 de uitstoot is. Dat is 17.000 kilogram per hectare per jaar. Dat kan je op deze manier aflezen. En laten we zeggen dat er dan een peilverhoging wordt doorgevoerd op dit perceel. Waardoor de drooglegging verandert naar 40 centimeter. Dus dan gaan we met de blauwe lijn naar beneden tot het punt 40 centimeter hebben bereikt. Dus dat is de blauwe lijn is de lijn die bij de oppervlaktewaterpeil hoort. En dan lezen we af dat we nu 12.000 kilogram per hectare per jaar uitstoot hebben. Dus dat is een reductie. Als we nou ook een maatregel nemen, bijvoorbeeld we leggen onderwaterdrainage aan, dan mogen we overstappen naar een andere lijn. In dit geval de rode lijn. Dus dan gaan we hier naar beneden. En dan lezen we weer de uitstoot af. Op zich verandert dus verder de drooglegging niet. En hebben we nog een verdere reductie tot 9.500 kilogram per hectare per jaar. Zo kan je op deze manier die plaatjes gebruiken om de reductie te berekenen. We kunnen ook nog teruggaan. We kunnen een extra maatregel nemen. Dat is deze. We gaan nu niet onderwaternaasje aanleggen, maar een drukdraadnaasje op een bepaalde manier. En dan krijgen we opnieuw een uitstootvermindering. Meer dan we bij onderwaternaasje hadden. Dus het geeft ook een beetje de opties die je kunt gebruiken. Misschien is het ook goed om te zeggen dat als je teruggaat naar de oorspronkelijke situatie bij 60 centimeter en we leggen dan onderwaternage aan, dan mag je dus overstappen naar de rode lijn, dan kom je hoger uit. Dus dan heb je een toename van CO2-uitstoot. En dat geven deze plaatjes ook wel aardig weer, dat
in dat continuum van situaties die er zijn, er ook kruispunten voorkomen. Zoals hier tussen de rode en de blauwe lijn, waarbij dus maatregelen, sommige maatregelen ineens efficiënter worden en andere minder efficiënt. Dus uit dit plaatje blijkt dat bij droogleggingen groter dan 55 centimeter of zoiets, onderwaterdrage negatief werkt op de uitstoot, terwijl bij droogleggingen kleiner het positief werkt. En dat verschilt ook weer per situatie waar ik het net over had. Nou, wat kun je er wel en niet mee? Ik denk dat het heel goed op eerste indruk geeft van de werking van de maatregelen, die rekenregels. En er komen ook een paar conclusies uit, een soort eerste piketpaaltjes die je daarmee kan slaan, of eerste einde van het speelveld worden daarmee bekend. Een slootwaterpeilverhoging die vermindert, dat vermindert de CO2-uitstoot. Dat komt hier in bijna eigenlijk in alle gevallen uit. Bij onderwaterdrainage, dat vermindert ook de CO2-uitstoot, maar vooral bij droogleggingen die kleiner zijn dan 50 of 60 centimeter. Een drukdrainage vermindert de uitstoot nog meer dan onderwaterdrainage of een slootwaterpeilverhoging. En bij kwelsituaties werkt onderwaterdrainage minder goed op het reduceren van CO2-uitstoot dan bijvoorbeeld bij wegzuigingssituaties. En voor een aantal van jullie die ook de literatuur hebben gevolgd de afgelopen tijd, zijn dit ook hoofdzakelijk eerlijk gezegd niet allemaal nieuwe punten. Een aantal van deze punten zijn ook al eerder door anderen vastgesteld. Dat is natuurlijk aan de ene kant jammer dat je daar niet de eerste mee bent. Maar aan de andere kant geeft het ook alweer vertrouwen in dat dit dus breder, ook met bijvoorbeeld op basis van metingen, is vastgesteld. Het geeft ook daarmee een goed gevoel van de ruimtelijke gevoeligheid van het systeem. Dus dat die kwel-wegdrijvingssituaties, de verschillende bodemtypes die we hebben, dat dit ook echt andere uitstoten geven. Tegelijkertijd is dit een 1.0 versie. En we hebben nog een heleboel dingen niet gedaan. Dus je moet er ook echt voorzichtig mee zijn. Niet gebruiken voor lokale studies of herrichtingsactiviteiten of samen met mensen in het gebied het opnieuw inrichten. Dat lijkt me dit niet de juiste tool voor. De absolute uitstootgetallen kennen nog een grotere onzekerheid dan de relatieve reducties die we berekenen, omdat we nog onzekerheden hebben in die basisrespiratiemetingen. En je moet het zeker niet gebruiken zonder kennis te nemen van deze onzekerheden. Maar goed, dat is nu. Jullie hebben daar nu ook kennis van genomen. In mijn laatste paar slides ga ik in over de onzekerheden die we hebben en wat we nog gaan doen. De kwantificeerbare onzekerheden zijn dat we zijn een aantal dingen kunnen we nu echt kwantificeren. Dus we bijvoorbeeld in die parametrisatie zitten onzekerheden. Die kunnen we nu in de onzekerheidsbandbreedtes meenemen. Dat zag je ook in die figuren een bandbreed zitten. We constateren ook dat er heel veel onzekerheden zitten in die metingen. Met name degene voor de broeikasgasuitstoot. En dat betekent ook dat een meting is ook niet altijd precies waar. Dus ook dat bij validatie best lastig dat zowel de onzekerheid in de metingen zelf als in de modeluitkomst. En dat is een lastige combinatie. En dan zijn er nog een aantal onzekerheden die we niet kunnen kwantificeren, niet kunnen berekenen. Namelijk, er zijn sommige dingen nemen we voor waar aan, bijvoorbeeld de ondergrondkartering. Als we dat willen verbeteren, dan is het een heel ander soort proces waar we in moeten gaan. Er zijn een aantal bekende processen die wel of niet gemodelleerd zijn, expres. Dus dat weten we natuurlijk niet wat de onzekerheden zijn. En we hebben nog invloed van onbekende processen waar we natuurlijk helemaal niet van weten wat dat dan überhaupt is. Nou goed, dus dat is. Maar ik denk het positieve punt is dat we wel kunnen kwantificeren nu. Hè, dat we de onzekerheden voor het eerst kunnen vaststellen. Wat gaan we de komende tijd veranderen? Ik ga deze misschien niet helemaal één voor één doornemen gezien de tijd. Maar het punt is dat we een aantal dingen gaan veranderen binnen het bestaande framework. Zoals zuurstofindringing, een andere manier met bodemtemperatuur en bodemvocht doen. Maar we gaan ook kijken hoe we meer gebruik kunnen maken van die koppeling met die andere modellen. Dus meer het multimodal ensemble gebruik maken. En we moeten meer calibratiedata hebben en ook eigenlijk parametrisatiedata. Dus we hebben veel meer pijlbuizen nodig, grondwaterstandsmetingen, maar bijvoorbeeld ook, we moeten meer basisrespiratiemetingen hebben om die omzetting naar CO2 goed te krijgen. Nou, en op een hele lange termijn, of wat langere termijn, gaan we ook andere broeikasgassen meenemen. Dus methaan en lachgas. En dan lachgas met name dat uit veen, dat lachgas wat eruit komt. Ook manieren bepalen om gewas en beheer. Dat heeft natuurlijk ook een invloed op de broeikasgasuitstoot. Of we dat wel of niet willen en kunnen meenemen, dat moeten we en hoe dan, moeten we dat nog bepalen. En we gaan een koppeling maken met de bodemdalingsmodellen. Want waar we in het verleden bodemdalingsmodellen gebruikten om broeikasgasuitstoot te bepalen, gaan we het nu andersom doen. We gaan die bepalen wat de aerobe afbraakpotentie, dus de afbraak van het veen, betekent voor volumeverlies. En dat uitzicht weer als bodemdaling aan het oppervlak. En dat wordt een
een nieuw onderzoek waar we net ook een masterstudent op hebben aangenomen. Of die gaat bij ons daaraan werken. En dus dan kunnen we de komende tijd gaan we daar ook meer informatie over krijgen. Nou, ruim uit de tijd. Excuus daarvoor. Maar we hebben wel alles behandeld in ieder geval. Dankjewel, Gilles. Schermen omdelen. Ja, als je die uit wil zetten. Ja, dankjewel. Er zijn ondertussen ook flink wat vragen binnengekomen. Okay. Dus ik stel gewoon voor dat ik bovenaan begin. En als ik wat dingen zie die overlap hebben, dan zal ik dat ook aangeven. Corine van den Berg van Waternet vraagt, kun je met zoveel onzekerheden wel regelregelaars maken? Gilles. Ja, dat denk ik wel. Want het geeft toch op hoofdlijnen inzicht. Hè? Dus ik heb al gezegd, van door die onzekerheden kun je het niet voor een proces... een ruimtelijk gebiedsproces of zo gebruiken, dat kan niet. Maar op hoofdlijnen geeft het input. En ook die resultaten zijn ook heel consistent die eruit krijgen. Tegelijkertijd zijn we nu ook voor het eerst in staat om die onzekerheden überhaupt te kwantificeren. En, dat is, en met die andere methode zit er eigenlijk überhaupt geen kwantificering bij, terwijl er wel enorme onzekerheden omheen zitten. Dus als je je laat tegenhouden door onzekerheden, dan kan je uiteindelijk ook niks meer. Ik wil niet zeggen dat dat hier gebeurt hoor, maar dat kan je niks meer gebruiken. Dus het is, ook een, het is vooral dat we gezamenlijk, de onderzoekers, maar ook de mensen die het gebruiken, moeten bepalen wat acceptabel is wat betreft onzekerheden. Hoeveel risico willen we lopen als we nu dingen gaan gebruiken? En dat is denk ik, dat, in ieder geval kan je op de basis hiervan het gesprek voeren wat de onzekerheid is. Helder. Is dat voldoende voor jou, Corine? Oké. Okay. Ik zie soms. Er wordt hier ook in twee verschillende manieren. Door heeft iemand gevraagd: is het ook mogelijk om zelf te rekenen? Met in een afwijkende situatie bijvoorbeeld. Ja, nou voorlopig wat we doen is: we hebben de rekenregels min of meer per vandaag of per maandag. Per maandag, excuus. Zijn ze voor iedereen beschikbaar? Het zijn Excel-sheets. En degene die met ons bij ons in dit publiek handig zijn met Excel sheets en GIS kunnen daar zelf allerlei leuke berekeningen mee doen. De modelcode zelf, daar willen we nog wat aan dingen aan verbeteren voor zomers 2.0. En dan wordt die uiteindelijk ook openbaar. En dan die staat op GitHub voor degene die daar kennis van hebben. En die kan dan ook gebruikt gaan worden om dingen zelf te berekenen. Maar omdat je er niet zoveel meer mee kan dan de rekenregels. Dat is ook gezien de vraag die net werd gesteld over die onzekerheden. Willen we eerst die verbetering doorvoeren voordat je dat ook op een breder kan openbaar kan maken. Uiteindelijk wordt alles openbaar. Dat is het, Dus je kunt op korte termijn, hè, maandag is er een regiegroep, dan worden de rekenregels vrijgegeven. En dan zijn ze dus via onze website te gebruiken. Dus daarmee Jan Maarten en Arjen zijn jullie vraag denk ik voor nu beantwoord. Frank Lensing vraagt, kan er al een inschatting gemaakt worden over hoeveel we raak schieten met betrekking tot de bandbreedtes? Frank, dan moet je me misschien even helpen wat je bedoelt met de bandbreedte van wat? Dan, Ja, dat is goed. Hoor je me ook niet? Ja, zeker. Ja, ja. Je pakt eigenlijk nu alleen grondwaterpeilen, hè? En er zijn nog een aantal andere variabelen wat je een aantal keren aangegeven hebt. En volgens mij, de wereld draait ook door. Dus mensen gaan op allerlei manieren al conclusies trekken voordat jij je model klaar hebt. Hè? Want je model dat duurt nog 25 jaar voordat hij 100% zeg maar raak schiet. Dus elke keer is het wel interessant in hoeverre je dichter bij de waarheid komt, zeg maar. Om die stap te maken. Dus nu maak je een grondwater, en je doet het op grondwaterpeil, hè? Een bodemvocht zag ik nog meelopen. Maar je doet nog niks met pH, et cetera, et cetera. Nee. Als je nou een bandbreedte zou, of bijvoorbeeld een effect van het grondwaterpeil zou willen inschatten, is dat 60% van de bandbreedte bijvoorbeeld? Ja, dat zou u veronderstellen dat we ook weten wat dan in de uitkomst ook precies wat het is. En dat weten we nog niet goed. Ik denk dat je wel kan kunnen zeggen, dat doe je eigenlijk met validatie. Hè? Dan kijk je hoe goed het model daadwerkelijk in staat was om te voorspellen wat je elders hebt gemeten. We hebben nu zo weinig meetpunten dat we een volledige validatie niet kunnen uitvoeren. Dat is iets wat we ons allemaal moeten aantrekken, dat we dat zo weinig hebben. Dus dat zou ook echt verbeterd moeten worden. Maar van de toetsing, validatie die we hebben gedaan op grondwaterstandsmetingen, en dat wat we het meest hebben uitgewerkt, daar zien we dat het model behoorlijk goed functioneert en behoorlijk goed in staat is om het te kunnen voorspellen. Maar bijvoorbeeld voor bodemvochtprofielen hebben we dat nog helemaal niet kunnen doen. Daar weten we, aan de ene kant zijn we nog bezig met het meten daarvan.
Dat is nog een korte meetreeks, maar we hebben ook nog niets. We weten eigenlijk al dat de manier waarop dat nu is dat heel eenvoudig. Dus dat zou echt nog wel moeten worden verbeterd. Ik weet niet of anderen nog hier van het NOBV-team hier nog iets over willen zeggen. Oké. Okay. Ik zie Laurijn van nee schudden. Dus... Ipe komt. Ja, Ipe. Gaat ja. Open. Nou, dat de CO2-metingen natuurlijk ook heel belangrijk zijn daarin. En dat we daar nog zeker een paar jaar extra voor nodig hebben. Maar daar gaat het natuurlijk om. Uiteindelijk om te kijken van kunnen we die CO2-metingen, die CO2-uitstoot redelijk goed voorspellen. Ja. En bodemvocht en grondwaterstand en temperatuur, zoals je allemaal tussenstappen daarheen. Maar die einde is natuurlijk ook, daar zijn we hard mee bezig. Dankjewel. Dan zit ik even te kijken hoor. Dan hebben we hier de vraag. Is er nog wat te zeggen van Floris Verhagen van Royal Haskoning DFV over de impact van de grondwaterdynamiek op de CO2-uitstoot? Dus hoe verhoudt deze impact zich tot bijvoorbeeld de invloed van de gemiddelde hydrologische situatie in een droog of nat jaar? Ik moet eerlijk bekennen dat ik de vraag niet helemaal goed begrijp. Floris, zou jij misschien hem kunnen toelichten? Ja. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat een droog of een nat jaar, dat heeft grote impact op de resultaten. Dat is logisch. Ja, ja. Maar daarnaast heb je ook te maken met natuurlijke fluctuaties in je grondwaterdynamiek, de gevolgen van weersinvloeden. En is dat ook een belangrijke invloed om mee te nemen? Dus heeft die impact op de resultaten? Ja, de jaarlijkse dynamiek die er ook in... Ja, nee, dat nemen we dus nu mee, omdat we per op dagbasis modelleren. En per diepteinterval van 5 centimeter. Dus dat wordt meegenomen. Dat is juist het aardige nu, dat we op perceelsniveau op heel nauwkeurig, in tijd nauwkeurig, dat kunnen meenemen. Dus dat zal zeker ook een invloed hebben op de uitkomsten, ja. Ja, maar ik was juist benieuwd naar van... Wat de invloed dan is. Dat zou het misschien interessant om het een keer naast te zetten. Na, als je dat niet zou doen, wat je dan eruit zou krijgen. Ja, dat hebben we nog niet gedaan. Maar je kan natuurlijk in een aantal gevallen... die zou je kunnen veronderstellen dat het best groot is. Bijvoorbeeld randen van percelen. Dat zijn natuurlijk ook anders. Want we kunnen nu ook 2D perceelsprofielen maken. Dat gaan we ook nu de komende tijd doen. Dus dat, misschien kan ik later een beter antwoord opgeven als we dat echt naar hebben gekeken. Ja. Oké, heel goed. Hoe moet je het voor nu mee doen, Floris? Ja, dat is voldoende. Hans Mankor van de provincie Utrecht zegt... Ik mis conclusie ten aanzien van verlaagd winterpeil. En Tim Pelsma vult het aan met of verhoogd zomerpeil. Het is niet echt een vraag, maar misschien dat je daar wel op kunt reageren, Gilles. Ja, misschien ga ik vragen of Roel deze wil beantwoorden. Die heeft daar het laatst ook nog aan gewerkt. Oké, okay, Roel? Ja, ik weet niet helemaal wat de vraag precies is. We hebben... Hans hem even kan toelichten? Ja, ik wil de vraag wel even toelichten. Jullie hebben berekeningen uitgevoerd met verlaagd winterpeil. En ergens op bladzijde 45 is het mening staan wat algemene conclusies. En daar mis ik dan een conclusie over of het een invloed er nou is. Want misschien is de invloed er nauwelijks. Nou, dat zou een uitkomst, of dat die invloed best groot is. Ja. En misschien zit er wat differentiatie, perceelsbreedtes, et cetera. Ja, dat gaat dan dus om de rekenregels, daar waar we een aantal inderdaad theoretische situaties hebben doorgerekend. En inderdaad, we hebben ondertussen voor alle regio's ook een optie waarbij het zomerpeil gelijk is aan het winterpeil en het zomerpeil hoger staat dan het winterpeil. En er zitten inderdaad wel wat subtiele verschillen in. Aan de andere kant denk ik dat we ook nu... daar zou je denk ik nog wel een conclusie uit kunnen trekken. Dus volgens mij zie je dat de uitstoot met een verlaagd winterpeil een fractie hoger is dan bij de situatie waarbij het zomerpeil gelijk is aan het winterpeil. Dus dat heeft kennelijk... volgens ons model heeft dat invloed. Aan de andere kant denk ik, die rekenregels zijn ook heel al. Gelden ook heel erg in zijn algemeenheid. Dus we moeten er ook niet te veel details, zeg maar, dat je iedere situatie er exact mee probeert te pakken.
Maar ik zou hier nog iets over kunnen toevoegen aan dat. Ten aanzien van de algehele drooglegging kan je toch wel zeggen dat die diepe drooglegging heeft het weinig zin. Integendeel zelfs om onderwaterdrainage aan te gaan leggen. En je zou ook zo'n soort conclusie kunnen trekken van, als je het doet, dan moet je wel of niet een verlaagd winterpeil hanteren. Dat is eigenlijk toch een handige, dat je het van tevoren weet voor je systeem aanlegt. In plaats dat je achteraf dan met de monitoring geconfronteerd wordt. Maar ja, dat levert heel weinig op. Ja. Nee, dit is een goed punt. Nou, we zullen hier nog even naar kijken of we dit moeten toevoegen als conclusiepunt. Op pagina 45 geloof ik van harte dat het niet dat die pagina is, maar dat we dat ergens in een rapport toevoegen. Ja, als we daar een goede conclusie uit kunnen trekken. Ja. Ja. En is jouw vraag daarmee ook beantwoord, Tim? Nou, min of meer. Een hoge zomerpeil kan je ook aan zich als een maatregel zien op je vigerende peil. En dan ligt er toch iets anders, denk ik. Dus misschien daar dan ook graag aandacht voor. Aanvullend. Hans, ik blijf nog heel even bij jou, want jij gaat toch nog open. Jij schrijft ook aan de onzekerheid die er nu nog in zit, is de afbraaksnelheid van de veen in relatie tot de diepte. Daar wordt nu met één getal gerekend. Zit hier achter ook de vraag of dat nog aangepast gaat worden in de toekomst? Mag ik hem zo interpreteren? Ja, want het is even een advies om daarnaar te kijken. Dat, Gilles, is dat ook? Ik kan niet voorstellen dat die organische stof die je nu boven in het profiel vindt, dat het voor een groot deel gewoon dood gras is, wat aan het afbreken is en geen veen. Dus je zou eigenlijk ook zelfs nog het organische stofgehalte moeten aanpassen. En dat is dan best gecompliceerd, want waar ligt het? Ja, wat zijn de verschillen nou? Maar het kan best wel belangrijk zijn, want als het nu blijkt dat in die bovenste lagen vooral die CO2 geproduceerd wordt, dan moet je er wel extra aandacht aan besteden om dat zo goed mogelijk te doen. Want we zijn niet geïnteresseerd in de CO2-uitstoot als gevolg van dood gras. Dode graswortels, maar wel in de afbraak van het veen. Dus de vraag is denk ik duidelijk, hè? Komt dat, is er iets wat aandacht krijgt? Ja, er zijn twee dingen over te zeggen. De afbraaksnelheid, de potentie die wordt wel diepteafhankelijk berekend. Dus de potentie waarmee het afgebroken wordt. En dan is het ook afhankelijk van hoeveel organisch stof er is, wat je zegt, Hans. En daar maken we geen onderscheid in verschillende bronnen van organisch stof. En met name bovenin heb je een combinatie tussen vaak noemen we langcyclisch koolstof, dus oud koolstof uit het veen, en jong en kortcyclisch koolstof. En dat hebben we nog niet gedaan, omdat we nog aan het onderzoeken zijn. Dat zijn we pas relatief recent gestart. Hoe dat dan zich in de profielen zich verhoudt. In de diepte tussen die twee bronnen. En ook of dat dan verschil maakt voor die basisrespiratiemeting die we gebruiken. Dus dit is iets waar we nog onze kennis verder op moeten opbouwen voordat we het in het model kunnen stoppen. Dat is nu nog te ver daarvoor. En ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen dat we maken gebruik van de bodemprofielen zoals die door de Wenner en de Wöhr, de Wageningen, zijn gemaakt. En dat zijn een soort standaard profielen op een standaard manier opgenomen van de bodem. Dus dat is de inputdata. En daar is ook een variatie in organisch stofgehalte in diepte heel goed in. Ja. Ieper, zie ik nog een aanvulling? En ik zie Merit ook nog. Ik denk dat Merit het ook wil reageren. Oh, oké, ja. Ja, want je hebt ook geïnteresseerd, Gilles, dat we met andere modellen er ook naar kijken. En daar staat dat juist heel specifiek in. Dus dat je aparte koolstofreservoirs hebt voor de wortels, voor de bacteriën, voor de exudaten uit de planten. En dat is een parallelspoor wat we dus hopen in de komende jaren bij elkaar te brengen. Dus het is wel iets dat onze aandacht heeft. Zeker, ja. Dankjewel, Ipe. En Merit, klopt dat? Zag ik jou reageren? Ja, dat was natuurlijk het wat ik ook wou zeggen. Ja, ben ik ook misschien wel Merit van den Berg, ook een van de onderzoekers uit het team. En voorheen werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen en nu bij de VU. Dus, Gaat ook juist met dit onderdeel aan de slag. Dat is ook belangrijk. Ja, precies. Ja. En ik wil ook nog zeggen dat uiteindelijk de basisrespiratie die gebruikt wordt, is natuurlijk wel van veen, of we gaan vanuit dat het van veen is. Terwijl die koolstofcyclus van de kortcyclische koolstof gaat natuurlijk veel sneller. Dus die respiratie zal heel groot zijn. Ja. Ja, maar als je dus wil vergelijken met CO2-metingen die je boven de grond doet, is het ook belangrijk om daar rekening mee te houden. Ja.
Ja, en dus, ja, want je wil wel ook valideren natuurlijk je model. En ik denk ook dat zomers kan dus alleen maar nu op dit moment gevalideerd worden met jaarbudget, omdat je dat eigenlijk over een heel jaar een soort balans maakt en je gaat vanuit wat eruit komt dat dan veenoxidatie is. En met een peatland model zou je dat dan ook meer binnen een jaar kunnen doen, omdat je dan al die koolstofbronnen apart modelleert. Is ook binnen het NOBV in brede zin dat veel aandacht gaat krijgen de komende jaren, Gilles? Dus het verschil, ja, zeker, ja, het onderscheid tussen lange en koolstofcycli. Ja. Dan zie ik hiervan, ik denk Geert Benedictus van het bestuurlijk overleg Friesland, die zegt, emissiebroeikasgassen uit natuurgebieden, zijn die niet bekend en komt dat niet in dit model terug? Ja, die worden wel gemeten. We hebben een aantal meetsites waar we in natuurgebieden meten. Maar voor bij natuurgebieden, zeker bij hele natte, is het belangrijk dat we ook methaan kunnen meenemen in het model. En dat kan nu nog niet, anders krijg je geen verre vergelijking. Want met hele natte omstandigheden is ook veel methaanuitstoot. En dat is wel een belangrijk broeikasgas. Dat is iets wat ik in de laatste slide liet zien. Dat moeten we zeker ook gaan meenemen. Gaan we ook meenemen. Als we dat kunnen, dan gaan we ook die hele natte situaties kunnen we ook goed mee gaan nemen. Inclusief dus de natuurgebieden die heel nat zijn. Als het iets drogere natuurgebieden zijn. Je hebt soms van die weidevogelnatuur die bijvoorbeeld 30 centimeter droogligging heeft. Dat kunnen we wel meenemen. Dan is die methaan invloed is er misschien ook wel, maar iets mindere mate. En dat zou je nog wel, want wij rekenen nu tot 20 centimeter droogligging. En dan verder dan dat niet. Van die overgangsgebieden, daar kan dat wel voor gebruikt worden. En misschien is het wel goed om daar aan te vullen dat we binnen het. Want als het aan Gilles ligt, wil hij dan denk ik nogal meer onderzoeken. Ja. Wat wel goed is om aan te geven, is dat wij dit zomers wordt ontwikkeld binnen het programma. Onderzoeksprogramma Veenweiden. Dus de natuurgebieden vallen daar eigenlijk buiten, klinkt een beetje onaardig, die vallen buiten dit programma. Die krijgen wel aandacht elders binnen het Klimaatakkoord. Chris of Marike, kan een van jullie daar misschien iets over zeggen? Ja. Chris? Ik zie Chris niet, dus ik zal even wat melden. Ja, dankjewel Marike. Er is gekozen wat aan het begin is gezegd voor agrarisch gebied in kustvlakteveen. Dat wil niet zeggen dat anderen niet meetellen bij de landelijke rapportage naar Brussel. Ik bedoel, Wageningen Universiteit meldt op een andere manier, namelijk de wat meer bodemdalingsgerichte manier, meldt ze gewoon alles aan Brussel. De discussie of we nu niet registreren wat er in de natuurgebieden gebeurt. En natuurlijk gaan we dat registreren. Alleen hoge pijlen weten we nog niet goed wat het effect is van methaanemissies. Dus we zitten nog met het probleem dat hoge pijlen nog niet goed in dit model zitten. Dus als je het over natuurgebieden en hoge pijlen hebt, dan is dat lastig. Maar voorzitter, mag ik hier mijn vraag is ook ingegeven, omdat er een beleidswijziging misschien aan zit te komen om gewoon de veenweidegebieden agrarisch, natuurveenweide en bos, om dat gewoon één opgave te maken. Dus dan moeten we wel weten, gewoon misschien al sneller dan we kunnen, wat de verdeling tussen die verschillende domeinen is. Wat is die beleidswijziging die eraan zit te komen dan? Dat is mij niet bekend. Ja, dat hoor ik wel via de achterdeur. Je bedoelt die Europese richtlijn veen, die eraan zit te komen. Ja, dus dat het niet de opgave specifiek bij de landbouw is, maar de landbouw en de natuurveengebieden. En dan zit ook nog te denken om eventueel bos te roken, dat één opgave wordt. Kijk, in het klimaatakkoord zijn alle drie, zowel bodem als bos, landbouw, bos natuur en veenweide, alle drie de landgebruikonderdelen tellen mee. Dus het is niet zo dat er niks op gebeurt. Alleen, er was een discussie, pijlverlagen in veenweidegebieden voor agrarisch gebruik, dat heeft het grootste effect. Als in natuurgebieden ook een laag pijl wordt gehanteerd, kan een hoge pijl natuurlijk altijd bijdragen. En dat kan je ook registreren, want de systematiek van bodemsoort, perceelsbreedte, pijl, zit in zomers. Dus het registreren van de monitoring kan altijd. Alleen als er maatregelen nodig zijn waar geld voor nodig is, is nu gezegd, het geld wat we nu hebben zetten we voorlopig in op agrarisch, want we hebben gewoon geld tekort.
En daar focussen we onze maatregelen op. Als er extra geld komt voor de agenda vragen, dat was dus in natuurgebieden het pijl verhogen. Natuurlijk, dat alles draagt bij aan veenweiden. Alleen de focus van ons programma, interbestuurlijk programma Veenweiden, zit nu op agrarisch gebied in kustvlakteveen. Geert, is daarmee je vraag voor nu voldoende beantwoord? Ja, ik zag de discussie niet, maar ik ga erachteraan, want gewoon dit klopt niet helemaal. Misschien moeten we het even opsplitsen, want ik hoor wat je zegt. Ik denk dat het voor dit overleg en ook voor... Ja. Wij zijn wat dat betreft toch ook het onderzoek is daarmee wel, werkt binnen de kaders van het programma. Op het moment dat het programma op wat voor redenen vanwege beleidswijzigingen zou worden opgerekt, is het natuurlijk logisch dat je dat ook meeneemt in je onderzoeksprogramma. Dus volgens mij is je signaal duidelijk en voor binnen dit overleg parkeer ik hem even. Is het een reactie op deze vraag? Ik zie hier een handje van Olle de Vries. Olle de Vries, ik zeg het vast niet goed. Maakt niet uit. Ik heb één andere vraag. Dat is, ik hoorde net dat er gezegd werd, de rekenregels van het NOVB zijn niet nog te gebruiken voor ruimtelijke gebiedsprocessen. Heb ik dat goed gehoord? Ik denk dat het een vraag is. Ik kan me niet letterlijk herinneren dat je het zo hebt gezegd, Gilles. Maar... Nou, ik heb gezegd van ze zijn niet te gebruiken voor een herinrichtingsstudie van een polder bijvoorbeeld. Dat je zegt van ik wil in deze polder ga ik een gebiedsproces in en dan ga ik wil ik iets anders mee doen. Dan kan je beter een lokaal model inzetten met lokale kennis om dat goed te doen. Want dan zet je eigenlijk een landelijk instrumentarium in voor een relatief klein gebied. En dat gaat op dit moment gewoon niet goed. En er zijn ook heel veel andere partijen die dat ook heel goed kunnen, die dat daar ook mee kunnen rekenen. Dus dat is wat het is. Dank je, duidelijk. Ja, okay. Dank je. Ik zie hier nog een vraag van Johan. Johan, op een of andere manier zijn jouw vragen bij mij een beetje worden grijs. Maar ik sta hier in een vraag. In een rapportage wordt het effect beschreven met betrekking tot het resultaat van pilot in Vlist. In die figuur is het effect van... waterinfiltratiesystemen in de winter drainerend en het effect in de zomer beperkt. Is dit de enige validatie? Ja, nou, we hebben toevallig Ipe hier is de site manager van Vlist, dus dat is natuurlijk een heel fijn toeval. En als Ipe dat misschien niet paraat zou hebben, dan zou ik ook Roel nog kunnen vragen, die ook met veel met deze locatie heeft gewerkt. Maar ik geef eerst het woord aan Ipe. Ik interpreteer deze vraag dat het niet specifiek over Vlist gaat, maar de vraag is van, is dit de enige site? Vlist is gewoon een site waar het in het eerste jaar heel goed gelukt is, samen met Assen Delft. En vandaar dat we die, denk ik, eerst gebruikt hebben om te kijken of zitten we in de goede richting. Natuurlijk hebben we de afgelopen jaar hebben we eigenlijk weer een extra jaar erbij. Dus een extra validatiemogelijkheid en ook heel veel andere sites die inmiddels ook goed draaien. Dus we hopen dat we komende jaren veel meer van dit soort metingen hebben. Mee eens, Gilles? Ja, zeker. Ja. En misschien kan Ron nog iets zeggen over dat trainerende versus niet trainerend in de winter. Ja, ter aanvulling. We hebben volgens mij in hoofdstuk 5 werken een voorbeeld uit voor de Vlis om te laten zien hoe gaat die monitoring dan in zijn werk en welke verschillende stappen loopt zomers daarvoor af. Daar hebben we inderdaad nu de Vlis zetten daar als voorbeeld neer, waar we niet een super groot effect zien van het onderwaterdrainagesysteem. En dat is mede daarom dat de slootwaterpeilen best wel laag. Of er is een relatief grote drooglegging. Dat zie je ook terug in onze rekenregels. Daar verwacht je dan een niet heel groot reducerend effect op de CO2-uitstoot. Misschien goed om te zeggen dat er ook nog een hoofdstuk 6 is. En daar wordt nog wat uitgebreider aandacht besteed aan de validatie, of eigenlijk, ja, ik weet niet of we het validatie kunnen noemen, maar daar proberen we nog wat meer te kijken, hoe goed is het model nu, het voorspellend vermogen, zowel, dus daar vergelijken we ook grondwaterstanden van andere meetsites, en kijken we ook naar de CO2-uitstoot gemeten bij de Vlist en Assen Delft. Ja, maar daar ging het mij ook om. Hè. Worden er meerdere datasets gebruikt voor de validatie? Niet alleen Vlist, want Vlist scoort toch wel slecht op effect
van PWIS. Nou ja, dat kan. Door de reden die je noemt, Roel. Maar als er andere locaties zijn die anders scoren, beter anders scoren, die worden meegenomen. Begrijp ik uit dit antwoord. Ja. Ja, zeker wat betreft grondwaterstanden doen we dus alles wat we hebben, nemen we mee. En wat betreft CO2-uitstoot hadden we dus maar twee sites waar een jaarbudget hadden. Flits was de een van de Assendelft de andere, die overigens wel ook best wel van elkaar verschillen wat betreft de situatie. En Flits is zo in het rapport naar voren gekomen, wat Roel zei, nu maak ik... had ik alle antwoorden samen, omdat dat ook als voorbeeld is gebruikt voor de manier waarop we gaan monitoren. Want we hebben nu een heel systeem, we gebruiken vooral die rekenregels waar het eigenlijk niet speciaal voor bedoeld was. Het was bedoeld voor die monitoring, maar die moet nog beginnen. Dus we wilden daar een soort voorbeeld van laten zien, hoe kwam dat er dan uit te zien. En dat is, hebben we voor Flits gedaan, omdat dat een, omdat we daar mooie resultaten hadden, dat was het, Maar we gebruiken alles wat we hebben, gebruiken we. Dat moeten we ook wel, want we hebben niet veel. We kunnen ook niet kritisch zijn wat dat betreft. Nee, nee, dat is misschien nog even ter aanvulling. Want het is altijd makkelijk om... er zijn nog heel veel onzekerheden. En er zijn nog heel, we zijn ook pas heel recent, en dat gaat iets verder dan alleen het zomersverhaal, pas begonnen met het langer en continuer meten van broeikasgasemissies uit het Veenweidegebied. Dus in Friesland doen we dat al sinds 2018, Niek, help me even, zoiets, denk ik. Hè? Maar de rest, die andere locaties, zijn pas eigenlijk ingericht in 2020. 2018, klopt dat, Niek? 2018 klopt. Ja, dus en dan hebben we het nu over 12 locaties. Maar die 12 locaties zijn niet allemaal al 2 jaar up and running. Hè? Dus we hebben eigenlijk voor best wel veel data. Alleen is het ook nog best wel beperkt nog. Daarmee wordt het natuurlijk ook gewoon... Het valideren van de modellen in de loop der tijd moet gewoon steeds beter worden. Even zien. Ik zit even te kijken of ik nu vragen heb gemist. Ruud vraagt hier. In het NOBV wordt ook gekeken naar bodemdaling. Maar maaiveldhoogte is natuurlijk veel meer afhankelijk dan... Van veel meer afhankelijk dan van veenafbraak. Denk bijvoorbeeld aan krimp en zwel. Nee, sorry. Ik heb 2 keer een vraag gesteld. Antwoord denk ik van... Jij stelt eerder een vraag of hier nu voor het eerst... Ik kan hem zo snel niet terugvinden. De relatie wordt gelegd tussen bodemdaling en emissie. Ruud? Klopt dat? Ruud, ben je er nog? Nou, volgens mij is dat... Zit er voor het eerst in deze versie een soort check tussen bodemdalingsgetallen en de meting van bodemdaling lijkt behoorlijk nauwkeurig. Het resultaat van het zomer zal in de redelijkheid moeten aansluiten op de bodemdalingsgetallen. Zit er voor deze eerste versie zo'n soort check in? Dat is de vraag. Gilles? Ja, nou, dus op dit moment kunnen we dus niet met zomers en de onderliggende modellen vooral nog geen bodemdaling berekenen. Dus we kunnen niet een check uitvoeren met een hele nauwkeurige meting die we doen bij het NOBV. Ik zeg ook wel, die hele nauwkeurige meting van het NOBV zijn zo nauwkeurig en hebben en nog relatief kort, dat we vooral allerlei elastische respons zien van de verzadigde ondergrond en krimpzwel. En misschien nog ergens daartussenin ook nog afbraak als gevolg van afbraak van veen. Maar dat hebben we nog niet. Misschien nu in één geval kunnen we dat nu eruit gaan halen, maar de andere gevallen is dat nog niet makkelijk om dat eruit te halen. Die dynamiek van die bodem is zo groot. Die gaat centimeters op en neer in het jaar seizoenaal, maar ook op kortere periodes. Er zijn weken waar we in het Veenweidegebied een stijging van 1 centimeter meten. Dat is enorm snel. En daar ergens daarin zit ook dus een veenafbraak, maar die kunnen we daar nog niet uithalen. Dus die vergelijking, daar meten we nog tekort voor aan de ene kant. En de modellen zijn we hebben nog niet dus bodemdaling op basis van die afbraakpotentie berekend. Dat is juist iets waar we met onze nieuwe masterstudent, en Roel gaat ook een belangrijke rol in spelen, daaraan naar gaan kijken. Dankjewel. Dan zie ik nog Tim Pelsma. Ja, ik wil voor de zekerheid, Dankjewel. Ja, voor de zekerheid nog even een vraag. Op 7 december kwam die ook langs. Het gaat over Fluta voor Veen, Gilles. Zei je van nou, die methode die daarin zit, die is wetenschappelijk beter onderbouwd op dat moment van 7 december dan zomers. Ben je die mening nog steeds toegedaan? Dat is misschien handig om voor de groep nog even te weten. Ja, ik weet niet of het beter onderbouwd was, maar de Fluta voor Veen methode die voert terug op heel veel metingen die zijn gedaan. Het is echt een methode die gebruik maakt van
van de wolk van metingen die er zijn. En we gaan nu, dat is eigenlijk een tier 2 aanpakken, we gaan nu naar een tier 3 aanpakken. En wat ik toen zei is dat we, ja, je kan, we hebben die overstap gemaakt, daar is eigenlijk de meeste energie in gaan zitten. Of het nu per se wat we nu doen beter is dan die methode, dat is nog vast te stellen. Ik gaf toen zo'n voorbeeld van, je zou, als je het in punten uitzet, zou een tier 2 zou je 100 punten krijgen en voor tier 3 maximaal 1000 punten. Maar we zitten misschien in beide gevallen nog wel op 80 of zo, hè. Dat was mijn inschatting. Dus we hebben die overstap gemaakt, maar het is niet per se dat nou dat dit op dit moment heel veel beter is. Ik denk wel, wat een heel belangrijk punt is, dat dit is een robuust adaptief systeem. Dus wat in de toekomst, door elke dag dat we een meting hebben, kan het in potentie weer beter worden. En dat is denk ik het belangrijkste, de toekomstperspectief van Somers. En op een gegeven moment komt er een punt dat je, als je dat zou willen, vanuit Valuta voor Veen, dat je kan zeggen, ja, misschien wil ik nu gebruik maken van beide systemen naast elkaar een tijdje. Bijvoorbeeld om te zien of dat een verschil maakt, ja of nee. Of dat je toch voor een van de twee blijft kiezen, voor de ene blijft kiezen of voor de andere gaat kiezen. Dat is, daar kan ik natuurlijk verder geen beslissing over nemen. Maar dat je een soort afweging moet gaan maken. Hoe langer we wachten, hoe meer data we hebben, hoe beter dit zal worden. En nu is het een risicoafweging op dit moment. Dat is het, Het sluit wel, denk ik, aan op een vraag die Jan Maarten Dros van... Weiland ook stelt, hè? Kunnen we dat naast... Ik kan het niet meer helemaal terugvinden in de chat, maar jij vraagt Jan Maarten, hè, of je daar ook gebruik van kunt maken en of we daar dat naast elkaar kunnen leggen. Ja, nou, het lijkt mij heel waardevol en laten we daar vooral ook even met elkaar in gesprek over gaan. Dus het gaat iets te ver. Ik heb het hier meteen te beslissen hoe, maar laten we daar vooral met elkaar contact over hebben. Ja. En misschien is het ook nog wel goed om aan wat vragen en opmerkingen rondom een aantal natuursites. Er is natuurlijk al even wat gezegd. We meten dus ook in natuursites. Demmerik wordt ook nog genoemd. En Helene Pinkse van Waterschap Drenthe Overijssel Delta vraagt of je ook agrarisch omzet in natuur. Het draagt ook bij aan CO2-emissie en stikstof, zeker. Daar wil je toch weten wat het effect daarvan is. Dat is ook de reden waarom we nu ook in natuursites meten. Hè? En ook in sites waarin natuur wordt agrarisch wordt omgezet in natuur. Ik denk waar de discussie net over ging is, zeg maar, waar wordt het, zeg maar, in de boekhouding aan toegerekend. Dus we meten daar wel degelijk en we doen daar ook wel degelijk uitspraken over effecten van maatregelen. Ja. Toch, Gilles? Ja, nee, zeker. Dat wordt dus we... IP is daar ook toevallig ook site manager van. In de Weerribben, dat is wat we dan een kernmoeras noemen. Iets wat al decennia lang op dezelfde manier is beheerd. Dat is echt een natuursite waar we uitgebreid meten. En we gaan ook, maar die site moet nog worden opgebouwd, naar een plek kijken waar dat wat recenter is gebeurd. En ik moet wel zeggen, er zijn natuurlijk vaak zijn dat dan al sites waar je... Waar het al heel nat was en het wordt dan nog natter. Dat zijn dus een complete overgang van zwaar in agrarisch gebruik naar complete natuur, dat is minder. Dus er zijn vaak wat subtielere stappen. Ja, dat was meten. Ja, en wat misschien ook wel wordt gevraagd naar het rapport. Het rapport is verspreid eerder, of tenminste vrij kort van tevoren, in concept met het verzoek daar nog prudent mee om te gaan. Voor de mensen die zich hadden aangemeld. Vanaf maandag is hij ook op de website, maar ik denk dinsdag, is hij ook downloadbaar op de website. Want dan is hij ook behandeld in het bestuurlijk overleg. En daarna kunnen we hem pas echt vrijgeven. Dus dat is denk ik goed om te weten. Ik zit even te kijken, volgens mij hebben we dan de meeste vragen gehad. Doe ik iemand tekort? Iemand die een vraag in de chat heeft gezegd van nee, je bent mij vergeten. Ik hoop het niet. Nee? Nou. Je kunt altijd nog vragen bijstellen via onze website en ons info-mailadres. We doen ons best om daar zo snel mogelijk op te reageren, de juiste onderzoeker daar aan zijn jasje te trekken om antwoorden te geven. En we zetten ook nog even alles op in een soort terugkoppeling. Dus er staan de antwoorden op de vragen er ook. Dan heb ik nog dan rest mij jullie natuurlijk ontzettend te bedanken. Want ik vind het heel erg leuk om te zien. We hebben in december ook een sessie georganiseerd. Toen zaten we met z'n 15 of zo, denk ik. Die orde. Het is heel goed om gewoon met jullie te kunnen delen. Met een grotere groep te kunnen.
te kunnen delen. En ook informeer ook graag jullie achterbannen, collega's, verzin het maar. En als je die vragen hebben, je weet ons te vinden. Dat is één. Verder wil ik jullie nogmaals wijzen op 28 maart om 10 uur. Je kunt je aanmelden via de website. Maar volgens mij gaat Suzanne jullie ook de terugkoppeling mailen. En die datum ook in jullie terugkoppeling zetten. Een deelexpeditie voor de Radboud, vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. En de volgende deelexpeditie staat ook al gepland. Help me even, Suzanne. In mei, meen ik. Op 30 mei is dat? 30 mei, dan staat de Wageningen Universiteit centraal. Nijmegen zal wat meer ingaan op de metingen, ook op het oppervlaktewater en over de wijze van broeikasgasmetingen, zeg maar. En de Wageningen Universiteit zal wat meer ingaan op de meting op grotere schaal, met EC-masten en met vliegtuigmetingen. Dus ook de opschaling naar polder en gebiedsniveau. Wees daarvoor welkom. Dan rest mij jullie nogmaals ontzettend te bedanken. Alle toehoorders, maar ook alle sprekers, alle onderzoekers. Ook alle begeleidingscommissieleden die er elke keer weer zo actief komen opdraven en bijdragen. En eigenlijk alle andere betrokkenen die hier nu aanwezig zijn geweest. Hartstikke bedankt. En hopelijk tot ziens bij een van de deelexpedities. Tot ziens. Bedankt.